Op vrijdag 8 mei vaar ik met Niek in Balk op de Luts in het zuidwesten van Friesland om samen met hem op het meertje de Wildemerk oude herinneringen op te halen. Was dit er allemaal niet toen jij hier was met je ouders? Vast wel, maar ik kan me niet meer herinneren. En dit ziet eruit als jaren 80, jaren 90. Ja. Maar toen jij, als je met je vader voer je, hè, met het schip? Ja. En voer je dan hier vanuit Balk door deze sloot heen zo? Of was nee, je... Ja, dat was dan het idee. We moesten eerst daar ergens voor de bruggen de boot neerleggen. En dan mijn vader in de rakke volgboot. Ja. Luts afpeddelen om de bruggen op te meten. Dan kwam ze uiteindelijk weer terug met de roeiboot. En dan konden we er doorheen. En waar lag die boot dan? Nou, de boot die lag gewoon in Centrum die Balk. Oh, Centrum Balk, aan de kade. Ja. Oh. En hoe lang is het nou geleden dat je hier geweest bent? 20 jaar nu, denk ik. Bijna. Bijna 20 jaar, ja. En hoe vaak ben je hier geweest? Ik denk van mijn 6e tot mijn 12e wou ik hier altijd mijn verjaardag vieren. Oh. Of in ieder geval aan het eind bij het meertje. Dat is een natuurgebiedje waar je als kind heel leuk kan spelen en rennen. Ja, oh. Nou toch landelijk, hè? Een bosrug. Het gebeurt niet vaak dat je door een bos vaart als het ware. Of langs een bos. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Makkelijk. Appeltje, eitje. Doei. Hai. Nou, dat lukt dus ook. Zolang je geen grote kruisjes tegenkomt, lukt het allemaal. Yep. Kwam je nou vroeger ook bootjes tegen hier? Ja, wij hadden die grote kruisen. Ja, oh. Twee grote kruisen lijkt me toch lastig. Ja, dat was ook af en toe wel proppen. Ergens aan die rechterkant zou een vrij herkenbare heuvel moeten zitten. Maar jij herkent niet waar je toen geweest bent? Nee. Deze gebieden was vroeger een vrij hoge heuvel. Is dat toch nog steeds? Nee, in jouw herinnering lager, hoger dan? Ja, je moest echt wel flink klimmen. Maar daar links voor, is dat ook niet? Op 11 uur, zeg maar. Nee, daar keek je juist op uit. Dus ik vermoed inderdaad dat dit hem is. Ja, dat moet. Of de heuvel verlaagd of ik ben een stuk hoger geworden. Ik denk het laatste. En we zijn geland. De heilige graal. Op een enorme heuvel. Maar dit is wel de plek die je herinnert. Ja, dit is, ja, het kan niet anders. Ja, nee, dat kan dit niet is anders. De heuvel waar jullie... Ja. En dan lagen jullie boot lag ook precies hier of aan de andere kant? Nee, die lag waar nu zeg maar die rommel... Die bomen onder water. Ja. We zijn aangekomen in het gebied waar Niek en zijn familie elke zomervakantie lagen en waar zij met zijn zussen gespeeld heeft. En nu gaan we kijken in het gebied erachter of we die plaatsen weer terug kunnen vinden waar hij zulke goede herinneringen aan heeft. En of die plaatsen nog hetzelfde zijn. Of dat alles veranderd is. Nou, waar gaan we heen? Ver dit soort bruggetjes solide kunnen zijn. Nou, daar valt alles mee. Ja,
spectaculair. Nee. Dit gaat nog iets te soepel, Jaap. Dit zijn niet hele spectaculaire beelden. Ik denk dat ik zonder gebruik van handen zo heb, in twee sprongen naar de overkant ga. Hier het heuveltje op en op een of andere manier, ik kan me niet herinneren dat we ooit naar rechts zijn gelopen. Dat is altijd naar links en dit paadje is echt nog, die kan ik me echt nog wel goed herinneren. Die was ook altijd wel aan het openen. Ja. Gevoelsmatig was dit eigenlijk altijd een beetje het einde van het gebied. Ik kom er nu achter dat er nog een heel stuk achter zit. Dus voor je gevoel was het heel groot? Ja, terwijl je maar een klein stukje gebruikte. Ja, we gebruiken maar een klein stukje. En hier, zeker hier, is dat heel veel struikgewas en zo waar je prima kon verstoppen. Toen we hier kwamen, toen zei je, nou, ik herken niks meer. Nee. En nou hebben we anderhalf uur weer gelopen. Ja. Hoe kijk je er nou naar? Nou, dan zie je toch wel heel veel stukken weer terug waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik heel veel gerend. Ja. Maar goed, als je dat zo ziet, ons rondje waar je als kind uren over leek te doen, is misschien een paar honderd meter. Ja. Niet weten dat er nog veel meer was. Ja, er was nog veel meer daarachter en dat was juist het grote. We hebben er volgens mij nooit gebruik van gemaakt. Nee. Dus ook zo de heuvel waar we nu op staan vanaf het water leek het helemaal niks. Maar als je hem zo moet opklimmen is het nog best wel even een heuveltje. Ja. We zijn weer terug bij de boot. Wij hebben honger, we gaan een boterham eten. De honden zijn moe, die gaan liggen slapen. En een half uurtje later komt de vriendin van Niek hem weer ophalen. Zij gaan naar huis en ik vaar weer terug naar Balk. Op weg naar nieuwe avonturen en nieuwe ontmoetingen.